je dan een kous aan hebt, moet die natuurlijk weer uit. En daarvoor gebruiken we de Easy Off. En de Easy Off is gewoon een hele grote gladde puntzak met een elastisch klittenbandje. En dan doe je de hele voet erin. Hij hoeft niet tot het einde. Het gaat erom dat als je het klittenbandje vastmaakt, dat dat rond de enkel strak zit. En dat moet je nu vastmaken. Maar ja, hoe strak moet ik hem nou doen? Doe ik hem vrij los of doe ik hem vrij strak? Er is één punt, als je hem op deze strakte hebt, dat hij dan niet te makkelijk om de hiel vandaan gaat, maar ook niet te gemakkelijk. Want de essentie is dat als de steunkous dubbel om de hak zit, dan wil ik die gladde groene lagen nog tussen houden. En dan ga ik het nu even testen. Gaat het niet te gemakkelijk en niet te moeilijk? En dat is nu het geval. En dan de volgende keer als ik deze dan wil gebruiken, dan hou ik het bandje dicht zitten. Want als ik het iedere keer weer open, dicht, moet ik iedere keer weer meten. Dus dan heb ik hem op deze manier. En dan pak ik de groene laag met bandje en al. Stop ik mijn voet erin. En dan met name aan de achterzijde trek ik hem over mijn hiel. En dan ben ik in één keer klaar. En dit sla ik een beetje als een machetje dubbel. Zodat ik zeker weet dat niet dit gaat gebeuren, maar dat hij goed blijft zitten. Nou, dan pak je je handschoenen. En afhankelijk van hoeveel je kan buigen in je knie en in je heup, kan ik ook zeggen van misschien is het makkelijker als ik dit ga doen, als ik er zo bij kom. En vaak is het wel gemakkelijk om het eerste stukje vanaf de boord te beginnen. Maar misschien kan ik straks een beetje zo doen. Dus dat hangt helemaal vanaf van wat jouw mogelijkheden zijn. Dan pak ik hier de achterkant van de boord pak ik vast en dan ga ik hem naar onderen brengen, onder de hiel door. En vanaf nu zou ik ook heel gemakkelijk mijn voet over mijn been kunnen leggen en dan schuif je hiermee weg. Want dit is de lange kant, dus hier leg je de accenten en voel je dat hij hier wat gaat stagneren, dan neem je ook daar de kous een beetje mee. Maar het gaat met name om het deel van de hiel. En dan heb je hem uit.